Jelle, je ziet eruit alsof je een nachtje op bent gebleven. Nou ja, niet de hele nacht, maar ik heb wel een paar uurtjes gemist, ja. En weer was het een schietent, de zoveelste afgang. Het is gewoon tien keer niks. En dus werd de training vanmorgen geannuleerd. En dat lag niet aan de meteorologische omstandigheden, nee, crisisberaad. Maar je kan lang of kort kletsen, de trainer Erik Hellemons legt de vinger zo op de zere plek. Niveau en kwaliteit van spelers. En ja, dat los je maar op één manier op. Ik denk dat wij, als we realistisch zijn, dat je dan toch over 3 of 4 spelers moet kunnen beschikken na de winterstop. Maar zo makkelijk gaat dat niet bij het armlastige NAC. De directeur, Justin Goedzee, schoof ook aan vanmorgen en gaf duidelijkheid. Nou, we hebben eigenlijk vanaf het begin geroepen dat we op 2, 3 posities ons willen versterken. Dus laten we daarvoor gaan. Ik zie wel dat een elftal staat zonder zelfvertrouwen dat bij de eerste beste tegenslag knock-out gaat, zeg maar. En daar moeten we wat aan veranderen. En wij proberen geld te verzamelen om in de winst op ons te versterken. En dat zal hem met name ook proberen met we moeten leiderschap in het elftal krijgen. Zie jij het nog zitten? Nou ja, goed, maar ik heb dat een aantal weken geleden al verteld. Ik wist waar ik in stapte en dat ik strijdbaar ben en dat ik ook weet waar ik voor gekozen heb. En dat blijf ik nog steeds. Dat blijft nog steeds. Maar er moet wel wat gebeuren. De directie staat vierkant achter Hellemons, maar denkt er wel aan om een ervaren man naast de trainer te zetten. Nog 1 wedstrijd dit jaar tegen Feyenoord. Ja, misschien gebeurt er iets tegen Feyenoord waardoor we wel hoop krijgen en vertrouwen krijgen. En misschien toch blijft het, en dat is het verhaal van dit seizoen, misschien hè. Om radeloos van te worden. Ja, absoluut. Alleen dat die hoop die ik heb. En dat je 3.8 staat op de veilige plekken. Ja, die hoop hou ik. En dan laat 2015 nou een goed jaar zijn van NAC. En dat is het enige goede nieuws vanuit Breda. Het jaar zit er bijna op. Even bijslapen, misschien eventjes wat langer onder het dekbed blijven liggen, ja.